kijkers van Harm en Frodo en welkom bij de 15e aflevering van Mannen Leest de Vrouw. En ik heb jullie beloofd dat er bij Mannen Leest de Vrouw gasten zouden komen. Oh, wacht. Ja, we doen even take 2. Hallo kijkers van Harm en Frodo en welkom bij weer een gloednieuwe aflevering. De 15e aflevering van Mannen Leest de Vrouw. Ik heb beloofd dat er gasten zouden komen bij Mannen Leest de Vrouw. Dus hier is Leon. Hey. En wij gaan samen Mannen Leest de Vrouw opnemen. Jiet, jij hebt nog nooit Mannen Leest de Vrouw gedaan. Dus nee, jij bent klopt. De blind way hierin. Ja. Hier, het idee is, je leest iets uit dit blad waar wij de doelgroep niet van zijn. En dan lach jij. Dus okay. Bijvoorbeeld, klusdrama. Mijn man viel van de ladder. Je zal er van de ladder vallen. Ja, dit is dus het hele idee van Mannen Leest de Vrouw. Met wie deelde jij je allereerste woning? Gewoon mijn ouders, mijn zus. Nou, raar. Hier staat, mijn allereerste woning deelde ik met een vriendin. Vind ik ook überhaupt best wel raar. Sinds wanneer word je niet gewoon opgevoed door je ouders? Maar mijn allereerste woning deelde ik met een vriendin. Het was een 5-kamer appartement in een achterstandsbuurt die op een punt stond gerenoveerd te worden. Wat een luxe. Het enige nadeel was dat er ook muizen woonden. Wat een luxe? Nou, het idee is... Wat een luxe. Je mag tussen de rotzooi opleven. Nou, lang leven jou. Perfect. Op 17 februari is het Doe Vriendelijk Dag. Oftewel, we mogen nu nog onvriendelijk doen. Yeah. Oké, dit is eigenlijk best wel een slechte grap. Ja, maar ik vind het altijd, als je een bepaalde dag neerzet voor een bepaalde groep, dan is het ook zo van, dus op de rest, op de andere dagen dan pannenkoekendag, mag je opeens geen pannenkoek eten. Hoe zit dat met je leven? Ja, dat is even heel raar. Ja, op zich denk ik dan ook wel van, je moet het ook wel... Voor de meest normale dingen hoef je geen dag aan te maken. Zo heb je bijvoorbeeld loodgieterdag. De dag dat we allemaal loodgieters niet in elkaar mogen slagen in een ondergelopen keuken. Op zich wel handig dat er zo'n dag is voor de loodgieters. Het zou ook kunnen dat we elke dag loodgieterdag maken. Mag je alleen op loodgieterdag Mario spelen? Laat het weten in de poll. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, maar dat heb je ook wel echt. Hier, dit gaat over iemand die getrouwd is en die docent Nederlands is op een middelbare school. Ja, maar dat kan niet samen. Je kunt niet getrouwd zijn en een slechte baan hebben. Op zich. Babo is nog net erger. Nee, dat is flauw. Onlangs had mijn zoon een 3,4 voor scheikunde. Ja, daar mag je trots op zijn. Er is één ding. Ik haal ook wel eens onvoldoendes. Jij haalt ook wel eens onvoldoendes. Maar wat zou jij ervan vinden als je moeder een column schrijft over dat je een onvoldoende hebt gehaald? Ik zou dat niet heel leuk vinden, moet ik zeggen. Wellicht iets wat overdreven, maar oké. Hij gaf aan dat het een echt ziek moeilijke toets was. Kan gebeuren, dacht ik. Later bleek dat ze een rekenmachine kwijt was. Evenals de reserve rekenmachine. En de reserve rekenmachine. Ik heb goed nieuws. Je mag hem lenen van mij. Voor je volgende toets scheikunde. Dan haal je geen 3,4. Dus alsjeblieft, wil je hem lenen van mij? Dat mag helemaal. Oké, perfect. Hier, ik vond het zo irritant dat hij zijn spullen niet op orde had. Dat ik het volgende appje schreef aan mijn kinderen. Geachte pubers, ik had een voorraadje geo's, rekenmachines en passers aangeschaft aan het begin van het schooljaar. In het geval van nood kon je daar iets pakken van die voorraad uit de kast. Tot mijn grote teleurstelling is die voorraad nu helemaal op, verdwenen. Ik heb dus opnieuw spullen moeten aanschaffen. Dit is de laatste keer dat ik dit heb betaald. Bij een volgende geslonken voorraad betalen jullie zelf maar. Met vriendelijke groet jullie moeder. Geachte pubers, ouwe. Ja, maar ook, ik wil niet flauw doen, maar wie begint zijn WhatsAppje met geachte pubers en eindigt er met veel liefst jullie? Oké, we gaan nu een interview lezen met iemand met een speciale baan. Maar ik dacht van, ik ga gewoon antwoord geven op die vragen als mij als YouTuber. Dus hier, vraag 1 is... We kwamen er recent achter dat deze beurs, gericht op vrouwen, ook georganiseerd werd door een vrouw. Doe je dat al lang? Nee, ik ben sinds kort begonnen met het organiseren van beurzen. Maar welke beurs? Definieer beurs. Er zijn heel veel beurzen. Is dit de huishoudbeurs? Nee, het is gewoon een vrouw, dus waarschijnlijk wel. Maar... Ja, er staat ook, er komen niet alleen huisvrouwen. Vereist deze baan dat je 5 dagen per week aanwezig bent? Ik moet zelfs 7 dagen per week aanwezig zijn. En 3 dagen per week vloggen, nu jij weer. Dit jaar bestaat de beurs 75 jaar. Is er veel veranderd? Nee hoor, 3 jaar geleden vlogde ik ook al. Nog een leuke foto trouwens. Het interview gaat gewoon nog verder. Wow. Mogen er ook zaken niet meer verkocht of gepresenteerd worden? Ja, het is tegenwoordig verboden om vuurwerkvideo's te maken. Nee. Jeet.
Leon, je staat redelijk uit het frame. Laatste leuke vraag. Wat zijn je toekomstplannen? Ik heb geen toekomst. Oh, ik word zwerver. Ben je wel eens op dieet? Ik vind dit een te persoonlijke vraag. Ik stel hem niet. Hoeveel geld staat er op je bank? Ik vind dit ook. Ik vind dit een beetje een rare vraag. Je telefoon, dat vind ik wel een goede vraag. 7, 2, 5, 88. Pincode heeft toch maar 4 cijfers? 4-0, maar ik ben de volgorde kwijt. Ook toepasselijk dat de volgende column 1000 euro armer heet. Dat gaat een beetje over jouw leven. Ja, dat gaat zeker over mijn leven. Weet je dat de opvoeding van een kind van 1 tot 18, dat kost een ton. Je ouders hebben gewoon een ton betaald aan jouw opvoeding. Ik ben minder dan een ton waard. Nee, nu ben je dus een ton waard. Horizontaal, Schotse familienaam, schilderij, wijnsoort, kelner, uitgestrektheid, zonder lading, wier, naar achteren, verharen, spinnenweb, draad, beu zijn, iol, gereed, adellijk persoon, zot, jong in je never, broodversiering, niet tegen, tokken, instrument, werelddeel, windrichting, sluiting, ingewand, boom. Dat waren alle horizontale. Nee, stop. Daar, nu verticaal. Nee, daar maken wij helemaal geen... Eigenlijk maken we daar nooit gebruik van in de vrouw... Nu verticaal. Paard, brilslang, deel van een wiel. Wat is een geheim wat jij de kijkers nog wil vertellen? Mijn geheim is dat mijn pincode is 4x0, maar ik ben het volgorde kwijt. Zal ik gewoon deze vlog... Nee, dit is geen vlog trouwens. Zal ik gewoon deze man, deze vrouw noemen? Leon vertelt zijn grootste geheim. Ja! Oké, heel erg bedankt voor het kijken naar deze gloednieuwe aflevering van Man Lees de Vrouw. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten. En abonneer zeker ook op Leon, op zijn Instagram en zo. Leon.beesteer. En dan zie ik jullie allemaal weer bij de volgende aflevering. Tot ziens. Abonneer. Later.